Hier komt dan het nieuw aan te leggen bordes. Met een heel mooi hekwerk waarin dat hele patroon weer terugkeert. En een bankje waar je lekker op kan zitten en kan genieten van het Noorderpark. Hier aan het huidige fietsvoetpad komt een verhoogd bordes met een bankje en een infobord. En van daaruit komt een nieuw fietsvoetpad richting, of aansluitend op het huidige pad in het middengebied. Nou, op het bordes komt een hekwerk staan met daarin het kenmerkende Hedra-patroon. Het Hedra-patroon keert ook weer terug op het wegdek, zoals dat ook elders in de park is toegepast. En ook op de betonbanden naast het fietsvoetpad. Ik ben aan het spelen. Gaat goed. Weet je het leuke hier in Amsterdam-Noord? Het is een mooie plek. Ik zie mooie, mooie vrouwen soms. Als ik tijd heb, kijk ik hoor. Maar niet altijd. Het Noorderpark vind ik, tot nu toe vind ik het een mooi park. Ik zit daar wanneer het warm is, zit ik af en toe wel daar. Voor de fietsers en de voetgangers geldt een omleiding via de Adelaarsweg. De auto's vanaf de Nieuwe Leeuwardenweg moeten rekening houden met in- en uitvoegend verkeer op de afrit. Ook geldt er een snelheidsbeperking tot 30 km per uur. De planning is dat de nieuwe entree van het Noorderpark gereed is voor opening van de Noord-Zuidlijn. En dat is medio juli dit jaar. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.